Vanuit de snelheid. Ja, jullie van plezier, het wind kalm. Moest zo een beetje meer vermogen bijgezet. Ja. Mooie correctie. Oké, straight and level. Accelereren naar 60. Houd 60, hè. Dat zijn de complexe dingen, hè, dat we nu aan het doen zijn. Ja, dat valt nog mee. Accelereren naar 65. Maak die een carbon heat eten. Ik ben nog niet dat we even aanstaan, dat is goed. Ja, dat is wel maar 2600 voet, hè. We zitten nu ongeveer op 4200 RPM. 4200. Je flaps staan nog altijd op, hè. Dat weet ik. 4200. 4200. Nog iets minder. 4200. Oké. Ja, we moeten even de neus een beetje lager zetten, want we zijn aan het klimmen, dus omdat hij niet 60, 65 heeft. Aan 65, flaps op. Mag ik de flaps optrekken? Oké, je mag terug accelereren naar kruisvermogen. Nou, beet. Moeten we even terug de flow scan doen om terug naar... af, en dan carburet is af en de flaps zijn op. Oké. Je mag draaien naar links. Hetgeen wat we nu gaan doen is, we gaan terugkeren naar 65. En we gaan links een bocht maken aan 500 voet per minuut. Dalen dan of stijgen? Dalen. De dalende bocht. Aan die snelheid? Maar nog niet. We gaan eerst onze bocht maken naar links. Ja. Dan gaan we rechtdoor vliegen. Dan gaan we dragen naar 65. En dan gaan we links een dalende bocht maken. En dan gaan we proberen aimen naar 500 voet per minuut. Daalsnelheid. Nog een bocht verder, mijn bocht nemen. Ik ga zeggen stoppen. En dat is dan de standaard bocht die dat we doen in het circuit. En normaal gezien is dat ongeveer 3000, god wat was dat weer? 3500 RPM. Wat je ongeveer moet zetten. Ja, stop met draaien. Ga eventjes richting dat dorp daar, dat we zeker uit Nederland blijven. Rechts is vrij. Ja, we kunnen op de neuzen zien liggen daar. Ja. Ja, serieus hoor. Dat is de Dow van de neuzen, de chemische fabriek. Ah, dat is zo. Ja, de Dow. De Dow. Ja, die OE. We maken daar isolatie voor in het dakgraan. Dat is een Dow Interrupt 25 voor voedstof. Australië Uniform Desk, copy, Colby. Colby is Australië, dat is wel. Nu gaan we doen alsof we in een downwind zetten, doen we onze downwind checks, fuel pump aan, landing light aan, carburet on, tot reduce. En dan vertragen we naar 65. Feet in the white arc, flaps, take off position. En dan trimmen we hem schoon uit. Oké, dan hebben we momenteel niets te doen, dus pakken we een punt recht voor ons uit om gewoon recht te vliegen. De starbaan ligt mooi met een juist boven de vleugel. 65. 65, goed gezien. Dat is het zo 4200, dat geeft 65. Goed, ons 45 graden punt komt eraan. En we zijn ons 45 graden punt, dus we draaien naar links. En nu zetten we de neus lager en zetten we het vermogen op 3500. Het vermogen op 3500, anders gaat hij accelereren. En nu hebben we ongeveer de sync rate nodig van 500. Goeie correctie.
Ravine of base. Oké, dan vliegen we terug straight naar level. We zijn nu in onze crosswinds. We blijven dalen, we laten gewoon dat vermogen staan 3500. Cold final, echt Ravine of Rome. Zit ik op 3005? Kijk, als dan nu het 500 goed geeft, dan 65. Hotel 04, call precies actie. Oké, nu draaien we naar de startbaan. We blijven dalen. En hier mag de maximum bank angle 30 graden zijn. Dat is niet erg zeker, aangezien dat we aan het dalen zijn, het vliegtuig gaat nooit van zijn leven staan. Oké, na de bocht zetten we flaps 1. Positie 1. Dat is al op 1. Dus we gaan eerst naar rechts take-off position. En dan de volgende positie is positie 1. En dan vertragen we naar 65. Goed zo. Dan gaan we de threshold zien van de runway en dan de afstand tussen het dashboard, zijn de neus en een threshold houden constant. Zet hem een keer op 3500, want we moeten natuurlijk blijven dalen. En trim hem een keer schoon uit. Zet hem een keer los. Maar nog iets kunnen, een klein beetje. Kijk, je ziet als je schoon uitgetrimd bent en je laat hem los, hij gaat gewoon van zijn eigen die afstand schoon constant houden. Want het ergste wat je kunt doen is, natuurlijk als je de snelheid een beetje laag is, geeft hem nog een honderdtal toertjes bij. Maar komt er dat ons sinkrate een klein beetje groter moet zijn. Het ergste wat je kunt doen is constant zo corrigeren met die stick en dan beweegt je neus naar boven, naar beneden en dat lukt niet. En die snelheid fluctueert van 70 naar 50, terug naar 70, terug naar 50. Oké, stel je voor dat we nu een go-around moeten doen. En dan doen we een go-around powers. Dan geef je de full powers. Calibrate cold. Go-around attitude. We levelen af. We blijven level vliegen. 65, flaps take-off position. You have control. 65, start to climb. En dan klimmen we terug naar 400 foot. Flaps up. Fuel pump af. Fuel pressure check. En landing light off. Okidoo, we gaan dan terugkeren naar het vliegveld. Het vliegveld ligt hinder. Waar zijn we nu? Dat is daar Eclo waarschijnlijk. Dat is die Eclo kunnen herkennen aan die windmolen is. Het vliegveld ligt daar. Wat is vliegveld? Ik ben zo niet echt zeker van bent, dat heb ik een GPS aan. Wat is daar, wat is dat daar? Sint-Lorenz of is dat daar Sint-Lorenz? Wacht hè? Dat weet ik niet. Dat kan er niet zijn, want die GPS. Als we ijzing aan het oppikken zijn, ja of nee? Nou, land erop. Echt iets bijgewonnen, hè. Nou, ik ga opnieuw. Nee, het was oké, okay. We hebben, er was
plaats dan initieel, dan was er ijs. Mocht boven Equator? Aan 2500 voet. Control. You have control.
iets kunnen uittesten. Aan een, aangezien dat ik nooit niet echt zelf kan vliegen. Dus kijk hoeveel hoogte dat hij verliest aan 65 met 180 graden te dalen. Ja. Links is vrij. Ik kan 65 is, hoe gezegd, van de best glide speed. Ja, dat verliest natuurlijk heel veel hoogte. Hè. You have control? Hola, hola. Ik was aan het genieten. Ah, ik wou dat ik niet. Oké. Genieten, ja. Oké, kan ze blijven door? Ja, doe maar, okay. Doe maar. Je dan die creation wind in the axis 5 knot. Ja, maar dit is dus voor een simulated force op 2500 voet. Moet je kunnen dalen naar 1500 voet boven uw landingspositie. Naar uw eerste keypoint. En dan ga je zo naar keypoint nummer 2000 voet op B. Ik was dus aan het kijken, want de maïs in. Oh. Ja, om uitleg te geven. Ja, 1200 voet zijn ongeveer 30. Maar die, allee. Ja, ik weet dat ze iets op de radio gezegd heeft, ja of nee? Ik heb er niet op gehad, ik was aan het kijken naar de vliegtuig. Oscar Delta, Gabbit. Oscar Delta, Colby. Colby is Oscar Delta. Is veel pop aan, landing light on, Colby te aan, bedragen naar 65, speed in de white arc. Romeo overhead, 2000 feet proceeding for left and downwind. Op zullen we in die uitkomen. Nu moet ongeveer de startbaan zo in die positie staan. Ja, want het droogt al je vleugel. Is het net hetzelfde erg dat wij dat gedaan hebben? Nu hebben we niet echt veel te doen. Waar is die andere naartoe gegaan eigenlijk? Ja, daar boven zit hij. Een beetje turbulent horen. Ja. We beginnen als reuze stijgen. Nu pak ik de intersectie als mijn landingsplaats. Even voor mijn 45 graden punt, want het is heel moeilijk om die op baantrempel te zien. Oké, is 45 graden punt. Ja. Maar eigenlijk is het een beetje droogte van de baan hier. Oscar Mike Delta, turning base. Oscar Mike Delta, call final. Call final, Oscar Mike Delta. Met vermogen ongeveer naar 3000, ah, wacht, ik zit ongeveer op 3400. Dat geeft, is dat 500? Ja, ja. Oh, het is een sink. Ja. 400 zit je nu. Ik heb nog een tikje te hoog, verminderd vermogen een beetje, om een beetje meer te kunnen dalen. 50. Ik dat ik veel te hoog ben, dus ik zet een beetje met de hoog. En Victor Fox of Romeo, call base, nummer 2. Delta, proceed, wind calm. Nu zet de flaps in. Dit is een te hoge glide slope. De maïs moet dat iets lager zijn.
is gewoon die afstand constant. Je mag niet dit doen. Of dan mag ook niet naar boven gaan. Ja. Ja, dat is gewoon constant. Dus nu kijk je heen naar dat punt. Dus nu kijk ik naar die afstand. Ik hou dat gewoon constant en de rest interesseert me niet. Enkel mijn snelheid interesseert me. Nou, Bitcoin komt. Nu blijf ik dat gewoon constant houden. En nu voor breed de startbaan. Ik ga naar mijn flare-out, straight level. Ja, rustig af. Dat is een goede landing. En dan hou ik het neuswieltje van de grond. En dan, ja, valt hij van zijn eigen. Nu, hetgeen wat ook kan gebeuren als je zo'n beetje net als de baan bent, hè, gelijk dit. Ga terug rechts. En keer niet terug naar de centerlijn. Blijf gewoon hier en stijg dan terug op in Twitch and Go. Maar je hebt soms sommige van die mensen, ze wijken een beetje af, ze zijn een beetje scheef aan het rijden en dan, oké, ze maken hem terug recht, dan maken ze een hele grote correctie. Om weer terug te keren naar die centerline en dan raken ze de controle kwijt. Mag ik dat naar het wegen? Nee, wat? Runway vacated. Oké, mag de afgelanding take-off checklist erbij pakken? 2005